Een hele goede middag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Met mij gaat het goed in ieder geval. We hebben het nu al meerdere video's over vetverlies gehad. Dus hoe je dat het beste kan doen en wat erbij komt kijken. Maar deze video's gaan dus meer over principes dan daadwerkelijke producten. Dat het me nu wel op zijn plek leek om het dan nu ook wat praktischer te maken. En dat betekent dat we lekker samen boodschappen gaan doen. Wel is het heel belangrijk om ook de video over vetverlies te kijken. Aangezien ik hier uitleg waarom we vet verliezen en jij hier dan altijd zelf de boodschappen op kan aanpassen. Want als je snapt waarom, dan wordt hoe en wat ook een stuk makkelijker. Iedereen is natuurlijk anders en het is voor mij onmogelijk om de perfecte boodschappen voor iedereen te maken. Dus denk alsjeblieft niet dat dit de enige producten zijn die je kan eten of dat je er niet van kan afwijken en pas ze altijd aan naar jouw behoeften. Ik geef enkel en alleen voorbeelden. Maar dat gezegd hebbende, mocht je dit soort video's nou leuk en handig vinden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, welkom. Vergeet vooral niet even te abonneren en op dat belletje te drukken, want er komen veel meer van dit soort video's aan en hoef jij die dus niet te missen. Mocht je nu bij jezelf denken van, goh, ik kan misschien wel wat hulp gebruiken bij het vet verliezen, afvallen, aankomen of een gezondere leefstijl in het algemeen, kijk dan zeker even in de beschrijving, want daar vind je een linkje naar mijn website en daar staat mijn 1-op-1 coaching. Voor de mensen die mij al wat langer volgen, die weten dat ik al een video heb voor boodschappen tijdens het afvallen. En je vraagt je dan misschien ook nu wel af van, wat is het verschil? Als het goed is, doe je als je vet wil verliezen aan een vorm van krachtsport. Om het lichaam zo eigenlijk te dwingen om de vetreserves als energiebron te gebruiken. En om dit te doen, moeten we zo goed mogelijk in de sportschool presteren. En alle boodschappen zijn daar dus ook op gericht. Deze boodschappen zorgen ervoor dat je je prestatie kan optimaliseren, maar ook je herstel. En hoe gaan we dit dan doen? Nou ja, we gaan de boodschappen opdelen in 4 delen. We hebben de koolhydraatbronnen, we hebben de eiwitbronnen, de vetbronnen en handige extra's. Deze passen eigenlijk nergens anders, maar vind ik toch belangrijk om eventjes genoemd te hebben. Het is niet zo dat een product echt enkel en alleen een koolhydraatbron is of enkel en alleen een eiwitbron. Zo zwart-wit is het niet. Maar iets bevat vaak wel meer koolhydraten of meer eiwitten of meer vetten. En voor het gemak gaan we het dus ook eventjes zo opdelen. Ook gaan we de boodschappen op volgorde zetten. Dus we beginnen met het ontbijt, dan het middageten en dan het avondeten. Voor optimale prestatie wil je namelijk tussen de 3 à 5 keer op een dag eten. Dus we houden gewoon eventjes die structuur van 3 aan. Dat is een vrij normale basisstructuur. En binnen die 3 tot 5 maaltijden wil je ook je eiwitten netjes verdelen. Dus als jij 120 gram eiwit op een dag eet, dan wil je ongeveer 40-40-40 en niet 80-20-20. En dan tot slot, we gaan de boodschappen online doen, want er zijn niet heel veel winkels die het waarderen als ik naar binnen loop met mijn camera. En ook ga ik de website van de Albert Heijn gebruiken, omdat dit gewoon een hele mooie overzichtelijke website is. Moet jij naar de Albert Heijn gaan? Nee, de boodschappen die ik laat zien kan je ook gewoon bij een Lidl, bij een Aldi, bij een Jumbo of bij een Dirk halen. Misschien dat het merk dan net iets anders is. Maar dat gezegd hebben, laten we gewoon direct beginnen met de koolhydraatbronnen. En koolhydraten hebben we heel hard nodig, want dit is onze voornaamste energiebron tijdens het trainen. Dus als je je prestatie wil optimaliseren, dan is het handig om koolhydraten te eten. En waar zoeken we nou naar als we kijken naar koolhydraatbronnen? Nou ja, naast dat ze ons die energie leveren, willen we er ook een gezondheidsvoordeel uithalen. En als we het over een gezondheidsvoordeel hebben, dan is de eerste plek waar we natuurlijk beginnen groente. En maakt het dan heel veel uit welke groente je kiest? Nee, absoluut niet. Elke soort groente heeft zijn voor- en nadelen. Persoonlijk vind ik verse groenten het lekkerst, maar het is ook weer wat duurder. Je kan ook diepvriesgroenten nemen, vind ik wat minder lekker, maar is een stuk goedkoper. En je kan ook potgroenten nemen. Let er wel op dat er geen suiker of zout aan toegevoegd is, maar ook die vind ik wat minder lekker. Heel veel gemak en ook wat goedkoper. Dus kies vooral welke jij prettig vindt, welke jij lekker vindt en wat bij jou past. Maar naast groente is ook altijd een standaard om fruit te hebben in je dieet. En ook hier maakt het dan uit welk stuk fruit je kiest? Nee. Want wat in het ene stuk fruit zit, zit niet in het andere stuk. Dus probeer gewoon zoveel mogelijk te variëren, net als met de groenten. En fruit is natuurlijk ook ideaal uurtje, half uurtje voor het sporten. Dat geeft je net eventjes wat meer energie. Maar als we dan de groenten en de fruit hebben gehad, kunnen we doorgaan naar het eerste daadwerkelijke product. En dat is havermout. En iets wat veel gaat terugkomen is volkoren. Maar de reden dat ik altijd voor volkoren producten kies, is omdat daar het hele graan wordt gebruikt. En daardoor zitten er nog veel meer vezels in. Vezels zijn hartstikke goed voor je gezondheid, vanwege meerdere redenen. Maar ook zitten er meer vitamine en mineralen in. En die hebben we ook weer nodig voor onze gezondheid. En een gezonder lichaam wordt uiteindelijk een fitter lichaam.
Maar ik vind het altijd erg prettig om mijn dag met havermout te beginnen. Doe ik dan iets van diepvriesfruit in, wat eiwitpoeder. Je zou eventueel nog wat pitten en zaden kunnen toevoegen. Maar dit vind ik een heel prettig begin van de dag. Sommige mensen zijn niet zo van de havermout. En dan zijn volkoren ontbijtgranen een prima optie. Ook wel bekend als Brinta. Daar geldt precies hetzelfde. Kan je wat diepvriesfruit in doen. Maar ja, er zijn genoeg mensen die ook helemaal niet van de pap zijn. En dan kan je ook altijd kijken naar iets zoals een standaard muesli. Dan heb ik het wel echt over een muesli. Niet over een krusli, niet over een granola. Of een krokante muesli. Nee, echt je standaard muesli. En dit zou je dan prima kunnen doen door je kwark of door je yoghurt. Wat een prima begin van de dag is. En de reden dat ik voor een standaard muesli kies is omdat daar geen suiker aan toegevoegd is. Er zijn geen onnodige vetten aan toegevoegd. Zo min mogelijk bewerkt. Dus er zitten ook heel veel vezels in. Dus dan heb je in één keer een hele goede start van je dag. Iets anders wat je ook nog zou kunnen nemen zijn volkoren cornflakes. Of dan heten ze bran flakes. Ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb deze een keer geprobeerd. Ik vind ze persoonlijk niet zo lekker. Maar ja, omdat ik iets vind, hoeft niet te betekenen dat jij dat ook direct vindt. Dus ik wil het in ieder geval wel laten zien. En dan de laatste twee opties die jij nog zou kunnen nemen als ontbijt zijnde, zijn deze volkoren gepofte spelt. Of deze volkoren druumtarwe gepoft. Allebei weer een volkoren product. Maar omdat het gepoft is, wordt het heel groot. Krijgt het heel veel volume. Heb je het idee alsof je lekker veel aan het eten bent. Terwijl als we dan gaan kijken naar de calorieën, valt het reuze mee. En dan hebben we eigenlijk zo mijn favoriete ontbijtproducten gehad als het gaat om de koolhydraatbronnen. En dan wil ik door met jullie naar het middageten. En voor het middageten zoeken we toch vaak iets wat makkelijk is mee te nemen. Want heel veel van ons gaan nog naar school of gaan naar werk en hebben dus niet de tijd om echt uitgebreid te koken op dit moment van de dag. En dat is ook waarom ik volkoren brood echt een enorm goede optie vind. Het is namelijk super makkelijk mee te nemen. Super lekker, laten we eerlijk zijn. En ook zit het vol met vezels, vol met vitamine en mineralen. Want per 100 gram krijg je 6,7 gram vezels binnen. En 100 gram is ongeveer 3 sneetjes brood. En op het beleg, daar komen we dadelijk nog op. Maar er zijn genoeg opties voor, dus maak je daar maar geen zorgen over. Mocht je nou niet zo van het brood zijn, dan vind ik volkoren crackers altijd een hele goede optie. Moeten ze per se van Waza zijn? Nee, je hebt ook volkoren knekkerbreud bij de Lidl. Of volkoren knekkerbreud van de Albertijn, van het huismerk gewoon. Een knekkervariant die Waza wel heeft, die de rest niet heeft, zijn vezelrijke crackers. En hier gebruiken ze meerdere volkoren granen, waardoor de vezels ook wat hoger worden. Per 100 gram krijg je 26 gram vezels binnen. Dat is echt absurd, want als we dat gaan vergelijken met de normale volkoren crackers, dan is dat 20 gram. Dus dat is toch een makkelijke 6 gram extra. En daar kan je ook weer mee variëren als je daar zin in hebt. Niet elke keer dezelfde cracker, elke keer hetzelfde stuk brood. Maar als het dan gaat om koolhydraatbronnen tussen de middag, zijn dit wel echt mijn favorieten, omdat ze gewoon zo makkelijk mee te nemen zijn. En je kan natuurlijk ook altijd nog een stuk fruit meenemen. En dan komen we eigenlijk alweer bij de opties voor het avondeten. En een hele goede en makkelijke optie vind ik altijd gewoon aardappelen. Kan je koken, bakken, in de airfryer doen. Super simpel. Dus ook als je niet heel veel tijd hebt, dan is aardappelen een hele goede optie. Wat je dan ook zou kunnen doen is zoete aardappelen kiezen. Is zoet beter dan normaal? Nee, maar makkelijke afwisseling, variatie, altijd leuk. En hier kan je ook zoete aardappelfrietjes van maken. Kan je dan in de oven of in de airfryer doen. Vind ik persoonlijk erg lekker. Kan ook met normale aardappelen natuurlijk. Maar naast aardappelen kan je natuurlijk ook zoiets zoals volkoren macaroni nemen. En het voordeel van volkoren macaroni, volkoren pasta, is dat het ook heel makkelijk te meal preppen is. Dus als jij een drukke baan hebt, dan kan je op zondag bijvoorbeeld zeggen, nou ja, dan maak ik gewoon een lading voor 3 dagen. Die zet ik in de diepvries, zodat als ik thuis kom, ik het er direct uit kan pakken. En dan voor 3 andere dagen maak ik weer een gerecht op basis van rijst en dan de zilvervliesrijst. Ik weet niet waarom ze bij rijst er niet voor gekozen hebben om het volkoren rijst te noemen, maar zilvervliesrijst. Maar zo heb je ook een beetje variatie. En voeg gewoon lekker veel groente toe bij je rijst- en pasta maaltijden. Is er helemaal niks mis mee. Op de eiwitbronnen komen we dadelijk nog. Maar iets anders wat je ook zou kunnen kiezen is bulgur. En dan heb je ook nog volkoren couscous. Hetzelfde als bulgur. Het is iets duurder, maar het is wel een leuke afwisseling. En als we het dan over afwisseling hebben, er zijn tegenwoordig ook heel veel peulvruchtenvervangers. Zoals deze rode linzenpennen. En het leuke van peulvruchtenvervangers, als we dan gaan kijken naar de macronutriënten hiervan, is dat ze ook aardig wat eiwitten bevatten. Namelijk 25 gram per 334 calorieën. En als we dat dan gewoon eventjes gaan vergelijken met de volkoren macaroni, ik weet het is geen pennen, maar gewoon even ter vergelijking, dan heeft dit maar 14 gram eiwit per 344 calorieën.
En naar mijn mening gebruiken nog niet genoeg mensen deze peulvruchtenvervangers, want het is een hele makkelijke manier om net wat meer eiwitten binnen te krijgen. Ook een leuke manier van variatie. Er wordt ook aangeraden om 1 keer per week peulvruchten te eten. En je hebt ze ook in rijstvariant. Dus deze groene erwtenlinzenrijst, ja, die zou je ook een keertje kunnen proberen. Je kan altijd 50-50 doen natuurlijk. Dus 50% van de peulvruchten vervangen en 50% van het volkoren product. Of wat je natuurlijk ook altijd gewoon kan doen, is peulvruchten in zijn normale vorm eten. Zoals deze Hollandse bruine bonen. Het enige waar je dan op moet letten, net zoals met potgroenten, is dat er 0% zout aan toegevoegd is. Maar dat kan je hier ook zien. En 0% suiker. En dan moet je eventjes op de achterkant van de verpakking kijken. Want dan staat er vaak ook op de verpakking waarvan toegevoegde suikers, waarvan toegevoegde zout, 0,0 gram. Daar zoek je naar. En dan hebben we zo ook de koolhydraatbronnen gehad voor het avondeten. En daarmee dus ook alle koolhydraatbronnen die ik met jullie wilde bespreken. En als we dan alle koolhydraatbronnen hebben gehad, kunnen we doorgaan naar de eiwitbronnen. En waar koolhydraatbronnen eigenlijk ideaal waren voor de prestatie, zijn eiwitten heel belangrijk voor ons herstel. Eiwitten zijn letterlijk de bouwstenen voor onze lichaamcellen, waaronder onze spiercellen. En die hebben we dus heel hard nodig als we aan een vorm van krachtsport doen, want daar maken we eigenlijk alleen maar onze spieren kapot. En om deze weer te herstellen hebben we dus voldoende eiwitten nodig. En de eerste eiwitbron die ik jullie ga laten zien, het is niet bij de Albert Heijn, maar is eiwitpoeder. Ik zei het al eventjes bij de havermout die ik liet zien. Meestal als ik mijn havermout maak, dan doe ik er iets van eiwitpoeder in. En de enige die je nodig hebt is de Impact Whey. Alle andere hoef je niet naar te kijken. Dingen zoals isolaat, of je hebt zelfs een dieetversie. Laat die allemaal gewoon staan. Koop lekker de Impact Whey. Mijn favoriete smaken, chocolate brownie, salted caramel en blueberry cheesecake. Mocht je nou een vegetarische optie willen, dan is de soja eiwit isolaat ook top van MyProtein. By far mijn favoriete smaak daar is salted caramel. Die zou ik ook zeker aanraden. Mocht je nu geen soja willen, kan je ook altijd de erwteneiwit isolaat kiezen. Daar is mijn favoriete smaak, de chocoladesmaak. Maar ja, naast de eiwitpoeders, wat kan je dan nog meer kiezen? In de supermarkt. Magere kwark is een fantastische optie. Want als we eventjes gaan kijken naar de macronutriënten, per 100 gram zitten er 50 calorieën in en 8,5 gram eiwitten. Dus als je je dag wil beginnen met bijvoorbeeld muesli of die gepofte tarwe, is de magere kwark echt een prima optie om daarbij te nemen. Iets anders zou zijn magere yoghurt. Er zit wel iets minder eiwitten in. Per 38 calorieën krijg je 4,5 gram eiwitten. Maar ja, niet iedereen vindt kwark even lekker. Wat je ook zou kunnen nemen is 0% vet Griekse steljoghurt. Albert Heijn heeft die sinds kort ook gewoon in het huismerk. Daardoor is het wat goedkoper. En als we dan gaan kijken naar de macronutriënten, per 49 calorieën krijg je 6,5 gram eiwitten. En dan een andere waar je voor zou kunnen kiezen is yoghurt skeerversie. Dat is de IJslandse stijl. Ook deze heeft de Albert Heijn tegenwoordig gewoon in een huismerk. Want als we dan gaan kijken naar de calorieën hier, dan kunnen we zien per 62 calorieën zitten maar liefst 11 gram eiwit in. Dus ook dat is echt een fantastische optie. Maar mocht je nou geen zuivelproducten willen eten of kan je ze niet eten, dan kan je ook altijd voor een ongezoete sojayoghurt kiezen. Want als we gaan kijken naar de macronutriënten in dit product, per 43 calorieën krijg je 4,5 gram eiwitten binnen. Dus dat is vergelijkbaar met sommige yoghurts. Dan een andere variatie, een andere sojavariatie die je zou kunnen nemen, is een ongezoete sojakwark. Want als we dan hier gaan kijken naar de macronutriënten, per 54 calorieën krijg je 5,7 gram eiwitten binnen. Zelfs als je geen zuivelproducten wil of kan eten, zou je altijd deze twee nog kunnen kiezen. Maar naast yoghurt, wat zou je nog meer in de ochtend kunnen eten? Ja, een simpel eitje. En maakt het dan uit of je witte eieren neemt, zoals ik hier heb, of bruine eieren? Nee, dat maakt echt helemaal niks uit. Eieren is ook weer een mooi voorbeeld van, het is zowel een eiwitbron als een vetbron. Als we gaan kijken naar de macronutriënten, dan kunnen we zien per 100 gram zitten 131 calorieën in, waarvan 9,1 gram vet, maar ook 12 gram eiwitten. En zo'n eitje kan je ook weer lekker wat groente in doen. Dan krijg je ook weer wat vitamine, mineralen en wat vezels binnen, wat hartstikke goed is voor je gezondheid. En dan hebben we zo eigenlijk mijn favoriete opties om in de ochtend te nemen als eiwitbron. En voor mijn favoriete opties, zowel bij het middageten als bij het avondeten, moeten jullie nog eventjes een weekje wachten. Net zoals voor mijn favoriete vetbronnen en de handige extra's. Want ik ben ondertussen deze video aan het editen en ik kom erachter dat als ik er één video van maak, dat het echt een hele lange video wordt. Dus ik heb besloten om hem op te splitsen in twee verschillende delen, waarbij we in het eerste deel de koolhydraatbronnen hebben gehad en het begin van de eiwitbronnen. En dan volgende week krijgen jullie de rest te zien. Ik kan jullie overigens wel eventjes laten zien hoe dat er dan uitziet als ik zo'n video aan het editen ben. Hier zien jullie de tijdlijn met allemaal kleine verschillende stukjes. En dit is bijvoorbeeld als er een video in beeld schiet.
Dus dat ziet er dan ongeveer zo uit. Maar dat gezegd hebbende, mocht je deze video nou leuk en handig hebben gevonden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, nogmaals, welkom. Vergeet vooral niet even te abonneren en op dat belletje te drukken, want dan weet jij wanneer ik weer een nieuwe video heb geüpload. En dus ook deel 2 van de boodschappen tijdens het vetverliezen. Mocht je nog vragen hebben aan de hand van deze video, wat ik volledig kan begrijpen, laat ze dan altijd eventjes achter in de reacties. Mocht je nu bij jezelf denken van, goh, ik kan misschien wel wat hulp gebruiken tijdens het afvallen, aankomen, vetverliezen, spieropbouwen of gewoon een gezondere leefstijl in het algemeen, kijk dan zeker even in de beschrijving, want daar vind je een linkje naar mijn website en daar staat dan ook mijn 1-op-1 coaching. Maar dat was dit voor vandaag en dan zie ik jullie volgende keer weer.